café Cafetaria. Heb ik in eind augustus heb ik overgenomen van Jannes en Jenny van der Wij. Die hier nou een imperium hebben opgericht, zal ik maar zeggen. 35 jaar in het dorp. En ik heb de mogelijkheid gekregen om het over te nemen. En het is altijd wel een ambitie geweest om iets voor mezelf te hebben en dan liefst in de horeca. Ik voel me hier heel erg op mijn plek. En vooral in dit dorp, waar ik 7 jaar geleden heel gastvrij ben ontvangen. Ja, Café van der Wij is eigenlijk een merknaam. En dat is in de wijde omtrek bekend. En ja, dat wil ik graag zo houden. Dus het is wel zo dat er door de lopende jaren, en dat is waarschijnlijk op de vorige film ook al te zien, toen waren er ook al gasten hier die nu nog steeds komen. Maar daarnaast mag ik me verheugen dat er heel veel jeugd zijn intrede heeft gedaan binnen het café. Eigenlijk is van woensdag tot en met zondag open vanaf 5 tot 8. En daarnaast kan men binnen het café kan men nog een snackje of een balletje gehakt of een broodje kunnen ze bestellen. Maar de snackbar is echt open rond de deur. Van de snackbar is open tot 8 uur. Goed, we hebben de kaarttafel zoals we hier zijn. 1 keer in de 3 weken. We hebben 1 keer in de 2 weken hebben de darters thuis. Ja, en daarnaast zoveel mogelijk inspelen op de wensen van het dorp. Ja, dat kan heel divers zijn, tot verjaardagen, feesten en partijen, vergaderingen. De jonge boeren komen nu weer om de 3 weken langs om een vergadering met een spreker. Ja, nou ja, toevallig hebben we afgelopen zaterdag hebben we een optreden gehad van Rintje Kas. Een fantastische show heb je neergezet, een troubadour. Heel veel interactie met het publiek. We hadden hier, ondanks de vele feesten in de omgeving, hadden we toch rond de 70, 80 man binnen. Nou ja, waarvan denk ik iedereen een hele leuke, gezellige avond heeft gehad. En dat is het belangrijkste, daar geniet je maar van als je eigenaar bent van een café. En je ziet lachende gezichten om je heen, ja, daar doe je het voor en dat is prettig.